Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door kampioensbakker Paul Berendsen in Didam. Vandaag is toch een hele andere dag dan gisteren geweest, want toen hadden we de regenjas nodig en nu moet de zonnebril op, want kun je wel zien, hè, ik ben het. Maar het was best wel een aardige dag. Het is ook 18 november en met de wolkenvelden en zonnebij en temperaturen van 11 en lokaal zelfs nog 12 graden, bij niet al te veel wind uit de oost- en zuidoostelijke richting, was het voor de eerste dag voor mijn gevoel wel een 8 weer. Foto's zijn ook heel mooi, met in de eerste foto wolkenvelden, wat zon erbij en ja, ook wel wat droge omstandigheden. Maar de tweede foto, daar zijn de ganzen, die zijn al wat heen en weer aan het vliegen. En de laatste tijd vliegen ze toch wel naar het zuiden heen. En waarom dat is, dat zou je nog wel horen. Want vanavond en komende nacht hebben we te maken met ja, ook wel wolkenvelden, wat opklaringen, maar de bewolking wordt langzamerhand wel wat dikker. In eerste instantie is de temperatuur nog behoorlijk laag, 4 graden zal het kunnen worden in opklaringsgebieden. Maar later in de nacht loopt het kwik weer langzamerhand op, want morgen hebben we toch ook met veel bewolking te maken. Want er is een beetje een tweedeling in Nederland, zowel op de dinsdag als op de woensdag. Dan is er veel bewolking, in ieder geval in het noorden van het land en de meeste zon in het zuiden. Naar Gelderland zit er een beetje tussenin. Maar de temperatuur die ligt dan zo rond de 10 graden. En ten noorden van Gelderland valt een spatje regen. In onze provincie bleef het gewoon droog. Ja, we staan hier vandaag, moet ik eens even goed kijken. Oh ja, met de rug toe naar de heerlijkheid Etten, want het is een beetje een duister, dat ben ik graag niet gewend, zo'n zonnebril. Achter ons dus de heerlijkheid Etten. En heerlijkheid schreef je maar niet zomaar. Dat geeft met CK nog aan het eind. Want het, hij toch over heerlijk praat. Nou, het ligt richting het eind van de week toch ook steeds beter geworden met de zon. Ik zei al dat het op woensdag de bewolking de overhand had nog. Met ook een graadje of 10. Maar toch ook wel droge omstandigheden. Maar de wind die geeft toch langzamerhand steeds meer naar oostelijke richtingen. En door met stroomt dan ook wat koudere lucht binnen. En betekent wel dat er wat meer opklaringen bunt. Overdag krijgt de zon wat meer de kans om te schijnen. En s'nachts, ja, als het dan wat meer opkloort, dan kan de temperatuur aardig onderuit gaan. En eind van de week kunnen we al wel wat plekken verwachten. Wordt in ieder geval vast aan de grondvuurkump. Maar op waarnemingshoogte zitten we er ook al heel dichtbij. Dus een klein beetje winter op komst. En of dat helemaal doorzet, dat zeg ik wel eens vaker. Dat zien we dan nog wel een keer. Maar het is wel zo, voor de mensen die al een beetje gaan twijfelen, je kunt misschien ook nog met een heel goedkoop beurtje de winterband eraf vast opleggen, want het wordt de komende tijd steeds drukker. Wat mij betreft heb ik alweer genoeg gezegd en goed gewoon, tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door kampioensbakker Paul Berendsen in Didam.